En we besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Hoewel de kans op neerslag voor het kustgebied klein is, kan een enkele regenbui niet worden uitgesloten. In het binnenland worden perioden met buien verwacht die soms gepaard kunnen gaan met onweer, voornamelijk in de avond en nacht. Richting het einde van de nacht kan lokaal nevel of mist ontstaan. Morgenochtend blijft de kans op regen beperkt tot slechts een enkele bui. In de loop van de middag kunnen er lokaal opnieuw perioden met buien voorkomen, waarbij soms ook onweer kan voorkomen. De Meteorologische Dienst heeft voor morgen geen waarschuwingen uitgebracht. En dit waren de lokale berichten in het journaal.